Ergens in een appartement in Nederland woont Johan samen met Annemarie. Het is vandaag zijn beurt om schoon te maken. Oh, dat is waar ook. Ik moest van Annemarie stofzuigen. Ik heb er echt geen zin in. Ik ga eerst even mijn krantje lezen. Ik mis eigenlijk even een chippy. Ik heb gelijk maar wat meer spulletjes meegenomen. Lekker! Zo. Annemarie komt mij een lange dag lesgeven thuis en is moe. Ik ben benieuwd of Johan vandaag wat in het huishouden heeft gedaan. Johan, wat een puinhoop is het hier! Hé, wijfie, ik wil even deze oefenwedstrijd nog afkijken. Dus straks ga ik vast opruimen. Ja, dat straks ken ik wel van jou. Dat is pas morgen of zo. Ik doe het wel weer. Oh, dat is fijn, liefie. Ik help je wel even, lieverd. Na een uur schoonmaken is het huis schoon, maar is Schat. Er nog niet gekookt. Ja. Wat zullen we met het eten doen? Zullen we uit eten? Maar daar hebben we toch helemaal geen geld voor? Ik maak wel weer wat. Het is een lapswand. Op de school waar juf Annemarie werkt, merken de jongens in haar klas dat de juf anders is dan normaal. Zijn dit poffertjes? Jongens, ga onmiddellijk zitten! Juf, hoeven wij niet te zitten? Ja, lievertje, jullie mogen ook gaan zitten. Ze lijken wel veel strenger tegen de jongens dan tegen de meisjes. Ja, klopt. Juf, ik moet naar de wc. Nee, je blijft nu zitten op je plaats. Ik moet ook naar de toilet. Oh, Erika, ga maar. Oeps, dat is... Ja. Zo, ik moet veel nodiger. Ja. Ja, even Johan of ik me kan komen ophalen. Ik heb hele zware boodschappen. Kun je me komen ophalen? Oh, heb je geen tijd? Nou, dan loop ik wel. Proost! Hoe komt het dat zo'n knappe man zo alleen woont? Oh, dat is een lang verhaal. Mijn ex en niks in het huishouden en ik moest alles alleen doen. Oh, dus je houdt wel van schoonmaken en zo? Oh, dat is hartstikke leuk. Ik doe dat altijd. Echt zo leuk. Help. Wat is er aan de hand? Is dat Johan? Alles goed? Het is echt Johan. En met mij kan hij niet uit eten en met haar wel? Zoals ik haat mannen. De volgende dag op school heeft de juf net gesport met haar kinderen uit de klas. De jongens waren erg moe omdat ze 20 extra rondjes moesten lopen. Meiden, jullie mogen je vast gaan omkleden. En jongens, jullie gaan met mij mee, want jullie gaan nog 10 extra rondjes lopen. Nee. Na schooltijd bespraken de jongens en de meisjes de situatie. De juf behandelt ons anders dan de meiden. Ja, dat juf ook! Ik heb een idee. Jullie er zijn, jongens en meiden. We gaan een spel doen met deze ballen en deze knuppels. Hoe heet het spel? Het spel heet Gooi alles wat je kan naar de mannen. Zo, dan deel ik nu de knuppels uit aan de meisjes. Dan gaan de ballen zeker naar ons, toch? Nee, de meisjes krijgen ook alle ballen.
Maar toen de juf op haar fluitje blies, gebeurde niet wat ze verwachtte. Nee. We vinden het niet leuk dat u steeds de meisjes voortrekt. Jullie hebben gelijk. Het is ook niet jullie schuld. Wat is er dan aan de hand, juf? Juf Annemarie vertelde tegen de kinderen waarom ze boos was op de jongens. De kinderen begrepen haar en probeerden haar te troosten. Hey Annemarie, ik wil even... Kijk maar, stoer naar de meiden. Wat was de kans? Te komen lassen? Ja. Beetje, dan moet ik... Nee, maakt niet uit.